Sinds de centrale as is online, is er een groot gedeelte van de biodiversiteit verdwenen. Onderzoeksbureau Altenburg en Wiemega is de afgelopen jaren samen met de gemeente bezig geweest om dit weer te herstellen. Want wat is biodiversiteit eigenlijk? En wat doet onze regio ermee? Ja, biodiversiteit is eigenlijk heel simpel. Het is het aantal soorten op een oppervlak. Dat is het eigenlijk. En ja, wat betekent dat? Wat hebben we er gewoon? In de wetenschap is het uitvoeren dat hoe meer soorten er in een systeem zitten, hoe stabieler als het systeem is. En dat geldt voor natuurlijke systemen, als een ecosysteem in een natuurgebied of zo, maar het geldt ook voor menselijke systemen. Als soorten uit ons menselijke systeem smieten, dan krijgen we daar last van. Een mooi voorbeeld is bijgelijks het uitsterven van bijensoorten in Nederland. Als dat vermindert, dan krijgen wij daar last van in termen van productie van fruit en orenvruchten en zo. En dus wij hebben wat aan biodiversiteit. Daarnaast is het vanzelf gewoon een bron van kennis en van skinheid ook. Mensen genieten ze ook van biodiversiteit in natuur. Nou ja, een dijk taast het altijd wat van de biodiversiteit aan. De dijk is om de dorpen heen een lijn en daar zijn dingen bij verdwenen. Singels en wiemwalen en de dijksbermen van de jedere dijk. Bij de aansluiting bij de Waardwei. Dat weer een heel mooi stukje met allerhande zeldzame soorten erin. En dat is nou verdwenen. Maar bij het ontwerpen van de dijk is er een nijtocht van hoe kunnen wij uiteindelijk de zaak beter achterlitten als dat het wie. En daarom is er een soort waardien om de dijk heen, in de landschapsontwikkeling, aandacht te schenken aan natuur. En er zijn dus op een heel soort plakken bij de centrale Asdel nieuwe stukken natuur ontwikkelen. En op die wijze is er dus wat dient met de biodiversiteit om die dijk heen. De bermen die ben aanpast, ben wel skraal litten, dus met groen uit de omjouwing weer opbouwt. Net orengroen opbracht. De potentie dat die bermen weer heel mooi worden, die is er wel, maar dat is nog net zo. Planten en bisten hebben altijd tijd nodig om weer om te komen. En dat wordt en dat geeft ik vrij stadig. De nieuwe natuurgebieden, ja, die zijn eigenlijk nu volop in ontwikkeling. Dit gebied bij de Valom, waar we nu staan, dat is in beheer bij Stedsbosbeheer. Die had er een bepaald beheer op en een bepaalde visie op de ontwikkeling. Het stuk bij Veenwaarden, dat is ook in beheer bij Stedsbosbeheer. En ik meende dat die vorig hier ik wat inbracht haar aan soorten om daar de ontwikkeling wat te stimuleren. Dat soorten van dingen, ja, dat had zijn tijd nodig om uit hemzelf goed te komen. En dat ben ik wel stimuleringsmaatregels die nog troffen worden kunnen of die voor een paar dingen binnen. Ik ben zelf wel optimistisch over het totaal wat er uiteindelijk ontstaan zal.